iets wat het Volkswagen-concern heel goed lukt. Het onderling delen van onderdelen, motoren, platforms en dat soort zaken. Dat lukt de Fiat iets minder goed. De afgelopen decennia hebben we namelijk niet echt leuke Alfa Romeo's gehad. We hadden een Giulietta, oké, qua design een prachtige auto. Een concurrent van de Golf, maar echt het echte Alfa Romeo DNA dat miste. We hadden voorwielaandrijving, we hadden een platform van Fiat, we hadden motoren van Fiat, we hadden schakelaars van Fiat, verschrikkelijke navigatiesystemen van Fiat. Het had eigenlijk weinig met het echte Alfa Romeo te maken. Een mito. Groot succes vanwege zijn 14% bijtelling in combinatie met een 1300 dieseltje. Maar hij was gebouwd op het platform van een Opel Corsa en een Fiat Punto. Wat is daar Alfa Romeo aan? Gelukkig wisten ze dat bij Alfa Romeo. En zijn ze op een gegeven moment gaan werken aan dat wonderschone apparaat achter mij. De opvolger van de 156, de 159 en met een historisch verantwoorde naam, Giulia. Dit is de D-segmenter van Alfa Romeo op dit moment. En dit is een keiharde concurrent voor auto's als de BMW 3 Serie, de Mercedes C-klasse, Audi A4 en een nieuwkomer als de Jaguar XE. Waarom? Dat vertel ik je in deze video. Nu ben ik met mijn groene polo shirt en rode korte broek verre van stijlvol. Maar toch is het grappig dat ik mij de afgelopen week echt een jonge, stijlvolle zakenman heb gevoeld. En dat komt door dat sexy apparaat achter mij. Samen met de Jaguar XE is dat namelijk gewoon een van de stijlvolste auto's die je kan kopen in dit segment. Een 3-serie, ook geen onaangename verschijning, maar het mist flair, het mist stijl, het mist gevoel voor stijl. En dat heeft die Giulia wel. Dus daar al meteen kudos voor Alfa Romeo, uiteraard. Verder viel het mij op dat als ik elke keer kom ik aanlopen, ik kijk toch net even een keer extra. Ik kijk wat extra naar die grill, ik kijk wat meer naar die mooie lichtmetalen velgen. De heldere koplampen met die Big Xenon verlichting erachter. Ik draai overigens ook nog eens mee in deze versie, optie. Maar het is wel een auto dat, ja, je hebt hem geparkeerd, je draait nog even een keer extra om te kijken die wel niet is. Zeker zo in deze mooie blauwe kleur. Ik hou er wel van het chique marineblauw. Is het gewoon een ontzettend stijlvolle auto. Dus daar pakt Alfa Romeo meteen al een stukje markt weg bij bijvoorbeeld een Jaguar XE. Want dat is eigenlijk ook een van de stijlvollere types in dit D-segment. Premium D-segment wel te verstaan, want ja, die Alfa die concurreert dus echt niet met de minste auto's. Om dat nog meer en nog beter voor elkaar te krijgen, heeft Alfa Romeo daarnaast dus ook ingezet op het ontwikkelen van een platform. Het lichtgewicht materiaal, aluminium, carbon fiber, ze hebben het allemaal gebruikt. En het resultaat is dan ook dat deze auto achter mij met zijn grote 2,2 liter 180 pk steken dieselmotor, een handgeschakelde versnellingsbak, achterwielaandrijving, weegt die slechts 1405 kilo. Dat is minder dan een vergelijkbare 3-serie. En dat is wel een knap stukje techniek. Dit is onder andere gerealiseerd door een carbon fiber aandrijfas naar achteren te gebruiken. Ja, en dat is techniek, daar kan ik wel voor zwichten, want dat is mooi. En dat zorgt dus ook echt voor een gewichtsreductie, want normaliter is dat echt geen licht stukje staal. Maar goed, met alleen een goed exterieur en een flinke gewichtsreductie red je het niet in het premium D-segment. Je hebt meer nodig, waaronder een heel mooi interieur. Nou, de Giulia heeft een qua lijnenspel een vrij chic, toch zakelijk interieur gekregen. De materialen zijn in principe oké. Mooie zachte materialen op het dashboard. Het steekt allemaal goed in elkaar. Het rammelt en het kraakt niet. Dat zijn eigenlijk best wel voorname zaken. Maar goed, dat is ook in een Mazda 6 of een Hyundai i40 het geval. Ook deze segmenters. De Giulia, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, deze auto zoals ik hem nu rijd, de super uitvoering met een aantal opties. Ik mis een beetje een rijk en premium gevoel. En ja, er lijken hier wel wat zaken in die middentunnel. Ja, er zitten mooie materialen, mooi zacht materiaal ook bijvoorbeeld waar je met je knie tegen aankomt. Dat vind ik altijd wel heel netjes.
Dit lijnenspel doet een beetje denken aan een BMW-middentunnel, een beetje Audi met de volumeregeling onder de versnellingspook. Hier vinden we ook de bediening van het multimedia navigatiesysteem. Een vrij groot, ik denk 8-inch scherm. Geen touchscreen, je bedient alles met die knop hier op het midden. Doet een beetje denken aan het systeem van het MMI-systeem van Audi. Het werkt goed, het werkt duidelijk. Tikkeltje iDrive zit er doorheen, dus het is ja, niet echt een alpha dingetje, maar ze hebben hier wel heel goed gekeken naar wat de concurrentie levert. Maar ik zeg al, ik mis een beetje een rijk gevoel. Het kan ook zijn omdat ja, de setting zoals deze auto is samengesteld. Zwart leer, zwart dashboard, een aluminium afwerking. Dat doet natuurlijk niet warm aan. Ik denk als je dit interieur ziet met beige leder of misschien cognackleurig leder. Heel fraai in combinatie met zo'n blauwe exterieurkleur. Ik denk dat dat al heel anders aan zal doen. Groot punt van kritiek vind ik wel de stoelen. De zittingen zijn echt veel te kort. Ik kan ze ook niet verlengen. De rugleuning sluit bij mij niet aan goed bij de schouders. Ik mis een lendensteun. Ik had hier wel wat meer, laten we zeggen, een Duitse zit gewild. Dus wat grotere stoelen. En ja, dit is wel echt voor de Italiaantjes onder ons. En ik snap dat die auto gebouwd of is ontworpen in Italië. Maar het mag voor mij wel even net iets grover zijn. Ik denk dat ik dan beter zit. Want ja, ik krijg het een beetje in mijn rug. En ondanks dat ik wel lekker laag zit en zo, dat is het allemaal maar niet. De aflegruimte hier ook voor de ellebogen is prima in orde. Dat stuur is heel goed verstelbaar. Maar die stoelen, ik ben er niet zo weg van. Ik heb even goed in de brochure gekeken daarnaast. En nou is er optioneel een 6 of een 10-voudig verstelbare stoel leverbaar. Elektrisch. Optie beide volgens mij €1500. Ik weet niet of die stoelen dan uit meer te verstellen zijn dan nu. Ik denk het op zich wel. Maar ik hoop dan ook dat de zitting langer is. Want dat vind ik voornamelijk echt ja, een beetje jammer. Wat mij nog meer opvalt in heel het Alfa Romeo Giulia interieur is dat we hebben hier vrij weinig te maken met Fiat. En dat vind ik wel een heel positief iets, want zoals ik al eerder zei, die Giulietta, de Mito, dat waren echt opgeleukte Fiats. En daar miste dus dat echte identiteit van Alfa Romeo. Hier is dat zeker niet meer het geval. Ik heb echt mooie nieuwe units achter het stuurwiel zitten voor de bediening van de richtingaanwijzers. Ik neem even een bocht als jullie het goed vinden. voor de ruitenwissers. Ik zie geen enkel Fiat knopje. Ja, dat geeft ook wel aan dat Alfa Romeo serieus werk heeft gemaakt om die Giulia een meer eigen karakter te geven. Ze hebben goed gekeken naar wat de concurrentie doet. En ze hebben eigenlijk gezegd, alles willen we net een beetje beter maken. Nou, dat is voor het design. Gewichtsreductie. Is dat gelukt? Interieur ietsje minder. Het is echt geen combrek wel hier binnen, maar het mag van mij wel net even iets meer zijn. Als je naar een 159 kijkt of een 156, ja, dat waren echt juweeltjes van interieurs. Hartstikke mooi afgewerkt. Heel veel gebruik van Alcantara, van Lier. Daar zat iets exclusiefs aan. Dat is nu niet het geval. Dit is een beetje een mengelmoesje van Audi, BMW met een iets meer sierlijke lijn er doorheen. Maar het mag wel wat pittiger. En dan om terug te komen op de gewichtsreductie van de Giulia. 1400 kilo met 180 pk op de achterwielen. Een gewichtsverdeling van 50-50. Ja, dat kan niet anders betekenen dan dat dit een pure rijdersauto is. Dit is gewoon fantastisch. Qua rijden, qua scherpte, qua dynamiek, maar ook qua comfort is dit misschien wel de fijnste in zijn segment. Het enige waar bijvoorbeeld een BMW 3-serie het beter doet, vind ik, er zit net wat meer rust in dat onderstel. Wat ik bijvoorbeeld bij de Giulia opmerk, is dat als ik met bijvoorbeeld de rechterzijkant over een putdeksel rijd, je kent wel van die hele grote stalen exemplaren, die laten we zeggen een centimeter of 5 lager liggen in het wegdek, dan zet hij je kont een stukje opzij. Het voorras gaat er gewoon probleemloos heen, maar die kont achter, zodra het rechter achterwiel of linker achterwiel door die put gaat, dan zet hij even een klein stapje. Dan raakt hij het spoor bijster, letterlijk. Dat is eigenlijk ook de enige vorm van kritiek die ik heb op het onderstel van die Giulia. Want voor de rest is het echt een snaarstrakke auto. Hij stuurt scherp met een prachtig stuurgevoel. Heel licht,
belachelijk direct. Daar heb ik echt serieus 2-3 dagen aan moeten wennen. Want zeker op de rechte stukken, er zit geen moment speling in dat stuurwiel. Echt niet. Je hebt daarnaast maar 2,1 omwentelingen nodig van uiterst links naar uiterst rechts. Dat is echt bizar. En hij doet mij dan ook denken aan de Direct Adaptive Steering van bijvoorbeeld een Infiniti Q50. Een andere premium D-segmenter die jammer genoeg iets minder aanslaat. Maar die auto die is voorzien van een drive-by-wire systeem. Infiniti kan daar dus spelen met de overbrengingsverhoudingen, omdat er feitelijk geen stuurstang zit. Alfa Romeo heeft dit effect ook kunnen verkrijgen, maar dan met een normale stuurinstallatie. En dat is echt knap, want die Giulia, man, wat stuurt dat ding strak. Met heel veel gevoel en heel lichtvoetig. En dat viel me ook al op bij die Quadrifoglio, want dat is een hele fijne stuurinstallatie. Daarnaast vind ik het prettig dat die auto strak is. Hij is stug, maar niet te. Hij is lekker stug. Zo valt het me op dat hij op slecht wegdek gaat hij niet dribbelen. Houdt hij zijn voetjes mooi aan de grond. Raakt hij het spoor niet echt bijster, behalve dan bij zo'n putdeksel. Maar als je bijvoorbeeld een drempel tegenkomt, of je gaat ergens schuin omhoog, je kent ze wel van die inritjes bij een woonwijk, en dat je een drempel schuin op moet, dan zit je niet achterlijk mee te bewegen in die auto. De carrosserie blijft op dat moment mooi vlak. Ook als je een drempel opgaat, is het niet dat die neus in één keer omhoog klapt. De vooras, de wielen veren mooi in, ga je naar beneden, veren ze weer mooi uit. Dus het is niet zo dat je omhoog en naar beneden stuitert. En dat is een hele goede setting van het onderstel die ze hebben gevonden daar in Italië. Standaard kan je de tractiecontrole en ESP-systeem in de Giulia niet uitschakelen. Je moet dan kiezen voor een optiepakketje in de vorm van een limited spare differential. Gelukkig betekent dit niet dat er totaal geen lol mogelijk is met de Giulia. Staat de DNA-knop waarmee je het karakter van de auto kan bepalen, namelijk in Dynamic, dan laat hij echt wel iets toe. Ik heb hem daar nu ingezet. Ik sta in 2, ik maak een bocht naar links, ik geef gas en hij komt gewoon om. Dat is iets wat hij neutraal dus beslist niet doet. Ben je dus een meer actieve rijder, vind je het wel leuk om toch net even op de grens te rijden en een heel klein beetje overstuur op te wekken, dan is dat echt wel mogelijk en dien je echt niet dat spare-differentieel aan te vinken. Wil je epische drifts neerleggen, dat kan ongetwijfeld met die auto, dan moet je dat spare-differentieel wel aanvinken en dan krijg je ook nog eens een paar andere dingetjes volgens mij in dat pakketje. Deze specifieke Giulia waar ik nu in rij, is daarnaast voorzien van een premium audiosysteem met 10 speakers plus een subwoofer. Stel je van die subwoofer niet al te veel voor. Dat is in principe gewoon een 6x9, zo'n ovale luidspreker in de hoedenplank. Maar het klinkt fantastisch. Heel vol, heel zuiver. En ik zie dan eigenlijk helemaal geen reden om bijvoorbeeld te kiezen voor het optionele Harman & Kardon systeem. Dat is een systeem wat het meer moet hebben van zo'n achterlijk aantal watts. Volgens mij 875, ja, en dat kan wel weer snel te veel worden. Dit is meer dan voldoende als je graag luistert naar een goed stukje muziek. Daarnaast is ook de DAB-tuner, de digitale radio, kraakzuiver. Ik heb hem zelfs niet kunnen betrappen op een aantal storingen. En dat heb ik zeker wel anders gezien bij heel veel andere merken. Twee puntjes van kritiek heb ik ook. Naast de stoelen, die ik echt niet fijn vind. De Giulia die is namelijk voorzien van twee veiligheidsopties als een rijstrookassistent. Ik heb hem nog niet kunnen betrappen dat hij echt meehelpt. Maar waarschuwen doet hij wel. En dat doet hij dan niet echt subtiel. Zeker als je de muziek aan hebt staan. Je hebt hem op een middelvolume staan. Dus middelmatig qua geluidssterkte. Je zit lekker muziek te luisteren. Je komt net even te dicht bij de rijstrookbelijning. Dan wordt daar de speaker uitgeschakeld. En dan is het net of er een trombone in één keer begint te blazen. Je schrikt je helemaal een hoedje. Niet verfijnd. En dat kan echt wel wat subtieler. En daarnaast is de Giulia voorzien van een front collision warning systeem. Een frontale botsing waarschuwing. Op het moment dat jij dus ergens op dreigt te klappen, dan grijpt hij in en activeert hij zelf de remmen. Hartstikke fijn, hartstikke veilig. Doet het ook heel erg goed bij Euro NCAP.
Alleen mogen ze het algoritme van die computer wel even na gaan kijken. Want de Julia heeft mij al een paar keer vol op de rem getrapt. Terwijl een auto voor mij gewoon simpelweg aan het afslaan was. Die ging een andere straat in. Ik wilde er dan omheen rijden. Niks aan de hand. Helemaal geen drama. Ik reed niet te hard. Ik reed er niet op af. En hij trapt vol op de rem. En ook dat doet hij niet subtiel. Want hij kan in principe gewoon prima een noodstop maken. Zonder meteen echt vol op die rem te trappen. Maar dit is wel echt... Je schrik je helemaal kapot. Het was zelfs zo, er reed iemand met mij mee. Hondje zat op schoot. Ik zat al even zo de hond vast te houden. Want ik denk van, dit gaat niet goed komen. Gelukkig deed hij het niet. En was het wel even een waarschuwing. Maar hij trapt wel echt een beetje, net even iets te abrupt en te snel op zijn remmen. Vond je deze video informatief? En blijf je graag up-to-date van al het laatste autonieuws en rijtests? Volg mij dan op Instagram, Facebook en YouTube via Insta Autovlog. Tot de volgende video. Doei!